Hoi allemaal, het is donker, het is al laat, maar we zijn op pad. We gaan richting Sittard en we gaan naar het City Hotel. City Resort Hotel. City Resort Hotel in Sittard. Dus hopelijk dat we voor middernacht binnenkomen. Tot zo. Up and seen you and me still dreaming, magnets in the gap, slow music, skipping and repeating. Stop. Kom binnen. Wat een mooie kamer, hè? Ja. Heel apart, dit. Ja. Kijk. Hier is het... is een bureau. Twee losse bedden tegen elkaar aan. Met een topmatras. Maar twee losse topmatrassen. Ja. Maar dat is wel. Het ligt altijd heel lekker. Heel modern. Kijk, daar is de McDonald's. Dat kan je niet zien. Nee. Garderobekast. Toch wel. Koffie- en thee-faciliteiten. Nou ja. Nou. Shampootjes. Spiegel. Mooi, hè? Ja. Ziet er goed uit. Fijn. Nou, dan kunnen we wel met z'n tweeën douchen. Prachtig hoor. Met zo'n regendouche. Nou, het ziet er allemaal schoon uit hoor. Ja, en ook nieuw. Het is... Daarnaast is het toilet. Leuk systeem, ook zo met die schuifwand. Sign its meaning. 10 years we made a single wave, reaching and retreating. When I was young and sad, when I was low and lazy. So, this is for the mensen. Whoa. Ook een stadion of zo, want je ziet daar van die lichtmasten. Ah ja. Goedemorgen. We hebben net een ontbijtje gehad, hè? Ja, een heel goed ontbijt. Het was erg lekker. Ja, het was uitgebreid. Scrambled eggs en gekookte eieren en vers brood. Dat. Nou, we hebben nog even een rondje gelopen ook, hè. Het is hier echt mega groot. Heel groot complex is het met
allemaal sporthallen en een klimhal en een fitnesscentrum en een wellnessgedeelte. Ja, dus dat zie je nu dus ook. Through the change of states, we found our states a change in true love. In light of or in spite of fluorescence and the fading. Some move down roads and some down. Maar ja, je kan hier heel veel doen. Ja, nou weet ik niet. Dit knippen we eruit. Dat hoop je. Ja. We hebben heel goed geslapen, want het zijn echt hele lekkere bedden. Het heeft zo'n topmatras. Topmatras, ja. Het ligt zo perfect. Echt heel lekker. En, nou, je zag het ook met hoe tv is geplaatst hier. Zo relaxed vanuit je bed. Heerlijk tv kijken. Ja, dat was wel heel relaxed. Ja. Nou, het ligt hier, het complex zeg maar, staat op een ja, soort van, wat is het, industrieterrein of zo? Of een bedrijventerrein, dat is het, ja. Some move down roads, some down river. Baby, we wander the woods. The more the world is there to be. Daar is de McDonald's en... Aldi zagen we daar. Ja, dus de directe omgeving is niet echt heel bijzonder. Nee, het is niet dat je zegt van we gaan even een boswandeling maken. Nee. Dat kan hier niet. We hebben het niet gehad over de badkamer. Ja, lekker gedoucht hè? Prima douche. We hebben heerlijk gedoucht, ja. Maar nou, we vinden de kamer sowieso hartstikke leuk. Het is echt zo leuk gedaan, zo met dit meubel. En dan, ja, net wat je al zei, vanuit je bed lekker tv kijken. Ja. Gewoon heel, ja... Wel een leuke kamer, heel grappig gedaan hebben ze dat. Het is allemaal schoon en netjes en comfortabel. Je hoort ook niks. Ik hoorde alleen vanochtend dan voetstappen van mensen die over de gang lopen daar. Maar verder heb je geen last van geluiden, van buiten sowieso niet. Het is een modern hotel, heeft een moderne uitstraling. Daarom een beetje, vind ik, een beetje koud. Wat zakelijk. Het is... alsof je een sporthal binnenkomt, maar dat is het ook. Dus het is een algemene entree ook voor de klimhal en de sporthal. Just being made a sound and barely made a living. Dat maakt het even wat, ja, wat zakelijker. Het is niet gezellig. Nee, het is geen warme gezellige. Het is niet een warme gezellige, ja, maar wel netjes. En gisteren ook natuurlijk de gratis bitterballen genuttigd. Nou, het was wel heel... heel fijn, heel lekker. Ja, dat zat bij het arrangement, konden we, kregen we zo'n bonnetje, kon je gratis bitterballen halen bij de bar. Dus Ben heeft gisteren alle 10 bitterballen Dat krijg je als je vegetariër bent. Ja, dus dat was wel een leuk presentje. Ja. Nou, wat ik wel een beetje stom vind, is dat je om tot 11 uur is het ontbijt en je moet ook voor 11 om 11 uur uitgecheckt zijn. Dus wij hadden ontbijtje gehad, we willen onze kamer in en dan kan je kamer niet meer in. Dus toen moesten we helemaal terug naar die receptie. Nou, toen bleek dus dat het uitchecken om 11 uur. Ja, dus maar ze deed ook niet moeilijk. Nee, maar ik vond het wel een beetje raar. Ja, doe dan 11:30, zodat je na het ontbijt nog even naar je kamer kan om je spullen te halen. Dus tip voor het hotel. Maar voor de rest hartstikke goed. Ik ben erg blij met deze kamer. Ja, dit is echt wel heel leuk. Ja, heel leuk kamer. Wederom. Echt een aanrader. Ja, zeker weten. Dus jullie krijgen een dikke voldoende. Doeg, tot de volgende keer.